In zijn toespraak voor een zaal van veelal Marokkaanse toehoorders tijdens de maaltijd tijdens Ramadan noemde Abelsberg zijn twee grootste punten van zorg. De groep jongeren die in de criminaliteit blijft hangen en het aantal jongeren in de stad dat radicaliseert. Dat is een zorg die dagelijks bij ons is en waar we ook de gemeenschap heel hard bij nodig hebben om samen actief aan de voorkant te zijn om daar eigenlijk tegenin te gaan. Heeft u enig idee hoe groot die groep is die dat gevaar loopt op dit moment? Nou, dat ga ik u op dit moment ook niet vertellen. Dat is natuurlijk een deel van onze bedrijfsgeheim. Maar het is wel een groep waar we actief mee bezig zijn. Landelijk is al aangekondigd dat er zo'n 25 Nederlanders in ieder geval zijn. Daar zijn ook een aantal mensen van Amsterdam bij. En daar zijn wij alert mee bezig. De teruggekeerde jihadstrijders zijn dus een concrete bron van zorg in de stad. Nou, dat is niet anders dan in andere steden in Nederland of in andere landen West-Europa. Jongeren die terugkomen hebben of kans van getraumatiseerd zijn of verder gelegaliseerd. En dat vraagt om alertheid. Alertheid van de politie, alertheid van de gemeente. Dat doen we ook samen. Daar zijn we zeer actief in. Maar vooralsnog is er volgens Abelsberg geen verhoogde terreurdreiging in de stad door de teruggekeerde Syriëgangers. Wat voor ons belangrijker is, is als de jongeren terugkomen uit Syrië, dan is de risico op traumatische ervaringen, wat ze zijn. Ik denk dat dat ook iets is waar. Het is niet alleen de dreiging van terreur, het is ook de stress die erachter zit, wat ze meegemaakt hebben. Dat is voor ons om alert op te zijn.